Laat eens door, man. Nee, ja, het is een zware tas, hè? Je loopt helemaal te hijgen. Ik loop helemaal niet te hijgen. Oh, je loopt te hijgen. Weet je waarom je moet hijgen? Oh, omdat jouw spieren meer zuurstof nodig hebben. Daarom gaan je longen harder werken om daar meer zuurstof naartoe te kunnen krijgen. Ja, en als je meer conditie zou hebben, dan zou je ook beter kunnen presteren. Beter kunnen presteren. Ja, ik word niet goed. Nee, ja, omdat je geen goede conditie hebt. Want met een betere conditie kun je ook beter vechten tegen ziektes zoals corona. Rachel en Elbert gaan testen wie de beste conditie heeft en dus ook wie er het beste bestand is tegen ziektes. En die test gaat Angelo afnemen. Hij is inspanningsfysioloog en onderzoekt wat er gebeurt in je lichaam als je veel beweegt. Oké. Okay. Hey Angelo. Nou, we zijn er. Yes. We gaan straks jullie conditie testen. Ja. En daarvoor heb ik eerst een paar metingen nodig. Iedereen is anders. Om een goed beeld te krijgen van hun lijven, meet Angelo gewicht, lengte en vetgehalte op. Au. Ja, dat doe je niet helemaal goed. Oh. Nu zit je in de spier. Au, Angelo. Au. Au. Ah. En tot slot een blaastest. Hiermee meet Angelo hoeveel lucht er in de longen van Rachel en Elbert kan. Want die lucht is heel belangrijk voor je conditie. En keihard uit. Blijf blazen, blijf blazen, blijf blazen. Blazen, blazen, blijf blazen, 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 totdat het echt niet meer gaat. En dan nog een keer diep in. En dat was de eerste test. Wie komt hierbij als beste uit de bus? De uitslag is dat Rachel de beste papieren heeft om de test te gaan winnen. Hé, echt? Jouw longen doen het goed. Iets beter dan die van Elbert. Daardoor denk ik dat jij de betere papieren hebt om straks de conditietest te winnen. Met haar goede longen scoort Rachel dus vette punten en wint de eerste test. Ze mag haar longen nu flink op de proef gaan stellen. Ze moet rijden op een spinfiets. Die gaat steeds zwaarder rijden alsof ze een berg oprijdt. Ondertussen meet Angelo alles wat Rachel in- en uitademt. Tussendoor moet ze aangeven hoe zwaar het is. Kom op, Rachel, hè? Iets hoger. Ja! Als Rachel inademt, komt er zuurstof via haar longen in haar bloed. Dat bloed vervoert de zuurstof naar haar spieren. Spieren werken op suikers en vet. De zuurstof zorgt ervoor dat de spieren suikers en vet kunnen verbranden. En zo komt er energie vrij. Is je conditie slecht, dan zijn je spieren niet zo goed in zuurstof opnemen. Dan krijg je spierpijn. Blauwe lijn, dat is de hoeveelheid zuurstof die Rachel opneemt. En je ziet ook nog een rode lijn. En dat is de hoeveelheid kooldioxide die Rachel uitblaast. Uitblaast, ja. Ja. Kom op! Nee. Oh, 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 oh! Blijf fietsen. Wat zie je ook boos te worden op mij? Ik probeer je gewoon aan te moedigen. Oké. Okay. Harder, 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 harder. Ja. Come on. Hou vol, hou vol. En nu kun je zien dat hij het echt zwaar krijgt. Dat zie je aan deze waarde. Oh, ja. Die komt nu boven de 1. Nu krijgt hij het echt zwaar. Bij mij is hij ook boven de 1 gekomen. Ja. Oké. De weerstand is eraf. Even 3 minuutjes uitfietsen. Zijn jullie een beetje bijgekomen van de inspanning? Oké. Het goede nieuws is, jullie hebben allebei een bovengemiddelde conditie. Maar er kan er natuurlijk maar 1 de beste zijn. Ja. En dat is Elbert. Joehoe! Hoe kan dat nou? Ik heb longen van een olifant. Je hebt de longen van een olifant, dat klopt. Maar die goede longen die moeten ook uiteindelijk genoeg zuurstof naar je spieren krijgen. En daar is Elbert net ietsjes beter in. We gaan nu jullie conditie testen op de loopband. En tijdens het rennen prik ik een gaatje in je oor. Dat is nodig om een druppeltje bloed af te nemen. Op een gegeven moment lukt het niet zo heel goed om genoeg zuurstof op te nemen. En dan ga je ook suiker verbranden zonder zuurstof. Ja. En dat meet ik dan met dat druppeltje bloed. We krijgen gewoon een klein prikje in ons oor. Ik raak helemaal afgeleid als jij mij pijn gaat doen weer, Angelo. Valt mee. Bloed, bloed. Ik zie dat helemaal voor me. Veel meer mee, toch? Ja. Als je spieren aan het werk zijn, krijgen ze dus zuurstof via het bloed. En dat bloed zorgt er ook voor dat afvalstoffen worden afgevoerd. En heb jij goed getrainde spieren, dan neem je zuurstof beter op en voer je afvalstoffen beter af. En niet alleen afvalstoffen, ook vreemde indringers, bacteriën, virussen. Ook al komen die binnen, de kans is dan wel kleiner dat ze jouw lichaam ziek kunnen maken. Oké, jongens, jullie zijn begonnen. Wat gaan we eigenlijk doen? Rennen. Hoe lang? Ongeveer 20 minuten.
Oh, man. Angelo meet regelmatig de waardes van de afvalstoffen in het bloed van Rachel en Albert. Dan meet ik even een druppeltje bloed. Oké, Albert, jij mag er ook even af. Oh, man. Dat ik een beetje moe ben. Shit. Aanvol. Oké, Albert, ben je er klaar voor om er weer af te springen? Ja. Oh, man. Oké. Oké, dan mag je er meteen weer op. Oh, je mag niet vasthouden. Dat is vals spelen. Heel goed, jongens. Hou vol, hè. Niet vasthouden. Handen los. Ja, heel goed. Gaat hartstikke goed. Ik kan niet goed. Meer. Even Oké. Lekker, Albert. Bezig, Albert. Je bent er bijna. Ik heb niks te zeggen. Nee, ik ben heel trots op Albert. Goed gedaan, Albert. Dankjewel. Lekker bezig. Let's go, Albert. Ik kan niet meer. Druk je op de stopknop, ja. Oké, heel netjes gedaan. De uitslag. Ik zie eigenlijk dat jullie allebei ongeveer even hoog kwamen. En je ziet dat die waarde toeneemt op het moment dat je niet genoeg zuurstof naar je spieren kan krijgen. De winnaar is... Albert. Als je die stoffen goed kunt blijven afvoeren, ben je dus beter qua conditie en kun je dus ook beter tegen ziektes vechten. Klopt, ja. Het is ook beter bestand tegen corona. Als je meer sport, ja. Klopt. Aan de bak dus allemaal!